Bang! We zijn weer keihard terug op jouw woensdagmiddag met Max Payne 3. En ik heet jullie van harte welkom bij Max Payne deeltje 7. En natuurlijk was er vorige week geen Max Payne. En dat kwam omdat mijn Max Payne op de PC gewoon zwaar aan het buggen was, aan het vastlopen was, zoals ik jullie al vertelde. Ik had een mail gestuurd naar Rockstar, geen antwoord teruggekregen. Dus ik dacht, weet je wat? Ik offer mijn vrije weekend op, mijn vrije zaterdagmiddag op, om even Max Payne op de Xbox weer helemaal te doorlopen en verder te spelen op het punt waar we waren gebleven. En yes jongens, we gaan weer lekker verder knallen in Max Payne. En ik hoop dat jullie het super tof vinden, dus geef me daar natuurlijk een like. En yes. Dat was Fabiana, daar zit ik nog steeds achteraan. Oh wow, Molotovs. En het enige wat ik wel vind is dat het op, eigenlijk op de Xbox ziet het iets minder mooi uit. Maar daar moeten we het dan maar gewoon mee doen. Oh, weer een Molotov. Come on, buddy. Throw a Molotov. Oh man, oh man, oh man, oh man. Ben ik nou zo scheef? Ah, die Molotov was mis, vriend. We need to get past that decoy ball. Nou, vaar door dan. Shit, grenade. Holy shit. Ah, oh, nee. That doesn't look so good. Beter kan je dat fixen, vriend. Fuck, man. What are the edges? En heb jij vragen voor mij voor de Q&A? Stuur ze dan, stel ze dan op het, op de website van Boxkeeper Place. En dan ga ik jullie vragen beantwoorden in de Q&A video. En heb jij vragen voor Lanitro, Box, Boeing 767, dan kan je ze daar ook gewoon stellen. En dat vinden we super leuk om te doen voor jullie. Dus heb jij vragen voor mij, stel ze op de website. Come on. Weapon is over hier. Staan hier niet van die tonnetjes dan? Kom op, fix die boot man. We moeten weg hier. Kijk dan, hier voor me snuffert gewoon. Oh yeah. Bam! De hele zooi wordt weggeblazen hier. Hey, oké, dan fire snel. Oh my god, waar vandaan? Oh, een auto. Kom op. En het is weer wederom coole actie op jouw woensdagmiddag, ochtend. Of misschien kijk je deze filmpje wel in de avond. Dus What the fuck? Sorry jongens, dit kan toch niet? Wat is dit? Wauw. Je ziet het maar. Niet alleen op de PC zijn er dus nog glitches in de game. Zelfs gewoon op de final release op de Xbox 360 zit er gewoon nog een glitch in. Oh ja, daar ga je bro. Bye bye. Shit. Maar nu kunnen we het niet meer door. En weer komen die gasten weg gewoon. Hey, I got an idea. Hold on. Oh yeah, trouble in town. Kom maar. Yeah, buddy. Next one, please.
Nobody? Oh my god. Ik wou net zeggen, we zijn nog lang niet klaar, denk ik. Bye bye. Nog één. En ja, mocht je misschien ja, wat getril horen, dat is mijn controller van mijn Xbox 360. Come on. En normaal speelde ik het natuurlijk op de PC met mijn andere Xbox controller, maar die kon niet vibreren. Ja, dat klinkt heel nasty, maar... Dus dan hoorde je nooit wat, maar ik heb het vergeten uit te zetten voor deze video, dus... mijn excuses daarvoor, jongens. Maar in de volgende video zou dat niet meer plaatsvinden. En echt, jongens, lekkere actie, ik hou hiervan. Oh, what the heck. En ik ben echt blij dat ik niet hoef te varen. Dat ik lekker mocht shooten, want... Ik zeg je één ding. En dat vind ik ook bij GTA en al die andere rotzooi van de... Rotzooi, ja. Klinkt ook weer zo negatief. Maar ik bedoel, die andere games van de Rockstar... Dat varen, dat vind ik nooit zo fijn. Ook als je GTA Online speelt en je doet dan een missie waarin je moet varen. Ik kantel altijd of ik ga niet lekker door de bochten. Waardoor ik de mission fail. Oh my god. Oh my fucking god. Woo! I believe I can fly. Max, die gaat ervoor, jongens. We hebben nog niet iedereen. Ik wist het, hè. Ik wist het. En weer glipsen door onze handen. Damn. Kom op, gas op die lolly. Zet die boot aan. Fabiana had slipped through my fingers for a second time. Wow. Never had it I didn't want or need. It was close. It almost had her. Damn. Ja, dat weten we zelf ook wel, vriend. Kom op, zeg. Anybody knew? Crazy shit. Yeah. It's all crazy, pal. Non-stop insanity. Thought I left all this shit behind. Easy gig, you said. What a fool I was to get involved in this madness. Lekker positief, Max. En ik weet precies wat hij nu denkt. What a mess, what a life. Zo, hij neemt het er goed van. Wake up. Get up, bro. So, dressed and everything. Wake up, Max. Come on. Get up, you big bastard. Come on. En ja, ik heb een beetje een gek gevoel over deze gozer. Ik weet niet waarom, maar ik weet niet. Ik heb er een heel dubbel gevoel bij. Ik heb zoiets... Een beetje een snitch gevoel, weet je wel? Alsof hij een snitch is. Ik weet niet waarom, maar dat gevoel heb ik bij hem. Let's go, come on.
Get dressed up. Kijk daar, jongen. Max is echt helemaal gewoon pretty fucked up. Oh, give me a second. I'm not feeling so good. Bon dia. Bon dia. Você está aí? O que o senhor acha? Claro que sim. E o senhor bem pontual, não? Tudo bem. You fucking pair of clowns! I'm sorry, sir. We risked our lives several times over trying to save... I know. I just wish I knew what was happening to Juan. Yes. Who has it in for our family? I mean, just because we are rich and happy, is that a good reason to hate us? I do a lot of good in this town. A lot. This is hell for me. As I told you yesterday, when I get... Het meeste wat hij doet is gewoon feesten. Miami or Geneva. Feels like nothing good can come from living in Sao Paulo right now. Het ziet er echt wat minder uit op de Xbox 360, helaas. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Bedford, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Yeah, it was humiliating and embarrassing for sure. Now this is different. This is the end for me. She's not dead. We will be lucky to get her back safe soon. I can almost guarantee you. If you do as I ask. Yeah. Your wife. I know this has been tough on you. But things will get better. For all of us. Marcelo, pasos in my helicopter. This way. Sure. Er is bijna meer cutscene dan dat ze hebben gespeeld, maar... Let us give you a ride. Jullie hebben me nog niet laten weten of ik nou de cutscenes moet skippen of dat we gewoon verder moeten gaan. Dus jongens, laat me dat even beneden hier in de comments weten. Willen jullie de cutscenes erin houden of willen jullie ze niet erin houden? Want dan kunnen we de video's eigenlijk wat korter maken en wat meer gameplay er gewoon in hebben. Dus ja, want nu kijk je echt bijna alleen maar cutscene en weinig gameplay. Maar goed, ik doe het voor jullie met liefde. Apart from being a rich man in a poor country. The men I talk to, they only see money. Not my wife. I'm not naive. She does not love me for my body. But despite your good fortune, you're still a decent man. Am I? I don't know. I try to be. Maybe I'm just another rich fool. Just like the rest of my friends. Man, what a midlife crisis. Tem uma ligação pro senhor, um policial chamado Senhor da Silva. Diga que eu ligo mais tarde. Sim. Another bent cop wanting a pension contribution. You think a pile of shit feels popular because it's surrounded by flies? Look at me. I'm a mess. Okay, jongens. Trouble again? Yes, again. De zoon van Bob Ross. En als je niet weet wie Bob Ross is, dan zie je dat nu. Dit is Bob Ross. There's a way to reboot the system. If I can get to the server room, I should be able to put everything back online. En echt jongens, ik kan gewoon niet wachten om verder te spelen. Ik wil op die knop drukken. Het kan niet eens. Ik kan de katsen niet eens wegdrukken. Sir, let us handle this. Stay in your office. Lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's me. Let's go. And here we go again. What's going on? Nothing to worry about. Everything's fine. Now behind the desk. Now, both of you. Okay, jongens. Oh! Oh man. Oh yeah. En als we dan los mogen gaan, dan mogen we ook echt goed losgaan. Nee. Kill hem. Zijn we niet dood? Oh, gelukkig niet. Oh, Akimbo.
Yeah, buddy. Take this. Max. Max. Yeah, hey, come on. I need to get you to the server. Kom op. Ik skip het even, jongens. Oh, nu gaat Box boos op me. Nee, grapje. Maar we hebben net al een hele break gezien. I will follow you, bro. Ik ben alleen even aan het dieken wat voor wapens hier zijn. Let's go. We need to get out of here. Yes. Come on, buddy. Let's go, let's go. Pop, loop door. Hij gaat ook nog echt naar elk lijk lopen kijken. Wat een noob. Oh, oh, oh. Mietje. These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Crotcher Prado, the black badge. Great wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I cared to admit. Were they just looking for another payday, or did their business with the Broncos run deeper? Wauw, hoe ga ik dit aanpakken? Even kijken. Bruutgeweld? Bruutgeweld. 3, 2, 1. Bam! Oh man, had ik dit maar niet gedaan. Hier, we ownen wel iedereen. Oh, 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 oh. Beetje ongelukkig gesprongen, man. Shit, shit. Hier. Paramilitary of niet? Hey, we're good to go. Let's get that server back online. Can we just spend a few more minutes? Make sure they're all done? Come on, don't worry. I got your back. Poor kid was scared shitless. But I thought we'd seen the worst of it. Okay. The server room is just down here. You're doing good. Come on. En yes jongens, bij deze cutscene wil ik het laten voor vandaag voor Max Payne 3 deeltjes 7. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en laat een like achter en laat een vraag achter op de website van Boxkeeper Plays voor de Q&A. En zoals altijd zeg ik jullie, later!